ben aan het vissen. Speciale versie van de kookshow. Voor mijn part word ik arm. We gaan iets met vis doen op de barbecue. Voor ja, moet je wel verse vis hebben. Even zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik even geduld wil missen. Ik wil niet echt vlot, moet ik zeggen. Ja. Ik heb de barbecue al helemaal aangestoken. Voor mijn part mag ik nooit geen zout meer. Geeft nog een half uurtje. Voor mijn part word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Ja. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Heb er geen. En dat is vissen. Nou, maar ik heb er echt een. Vis! Ik heb een forel gevangen. Die is goed, hè? Wat gaan we doen? We gaan een visje voor op de barbecue. Want hey, het is lekker weer. Ik sta hier op het prachtige, idyllische watertje. Met eentjes en een boot. Kijk, daar is een boot. Die zijn aan het varen. Dus ik ga een visje gaan barbecue. Ik heb meegenomen. Ik zal het even laten zien. Een barbecue. Die staat al aan. Ik heb meegenomen kruidenboter, ik heb meegenomen laurier, rode ui, citroen, wortel, kool. Dus dan gaan we dat visje gaan we inpakken in de aluminiumfolie, dan gaan we even barbecuen. En dan wordt hij vanzelf gaar, kei lekker, kei mooi. Dus gaan we nou inpakken. Ik heb hier een visje liggen. Hier, helemaal mooi schoon, helemaal gewassen. En het is een regenboogforel, kan je ook zien aan de kleuren. Ja, het lijkt een beetje op een zalm, het is een zalmachtige. Prop je er gewoon helemaal in. Dan doe je er wat citroen bij. Zo. En dan heb ik hier de kruidboter. Hey! Forelletje. Die heb ik hier gevangen. Echt? Kijk dan. Anyway. Ik heb er nou alles in zitten. En dan zet ik het rechtop. Zo. Zie je, daar zit die buik en dan loopt die buik zo en dan gaan we hem inpakken. Gelukkig hebben we een goede lap folie meegenomen. De bedoeling is, er gaat op de barbecue, er gaat vocht wat erin zit, dus en die kruidenboter en de vocht van het visje, dan gaat die stomen en dan wordt hij vanzelf gaar. Wanneer wordt hij dan gaar? Dat is een goede kijkersvraag. Sta je in de keuken, alles te verneuken. Loop het uit op ongelukken, vliegen borden weer stukken. Marco van de Stup geeft jou de juiste tip. Loop het niet gezag, stel Marco dan de vraag. Loop het niet gezag, stel Marco dan de vraag. De kijkersvraag. Dat weet ik. Als de folie gaat opzetten. De kijkersvraag. Je legt hem erop en dan moet je wachten. Alle eendjes zwemmen in het water, valder al de gieren, valder al de rare. Hij begint te komen. Kijk maar. Kijk, voelen, hè. Er zit hier zo'n hele grote fluit. Die al een beetje de vlees aan de kant. Hoor hem sisselen. Kijk, zie je? Eigenlijk moet je dat niet doen, maar ik laat het even zien. En als je die graten dit eraf kan trekken, dan is hij er bijna. Familie van de zalmen. Zalmen zijn zo. Heb je dat wel eens gezien op televisie? Een zalm heeft een doel. En die streeft dat na. Tegen alle mogelijke. Echt. Geen obstakels te groot. Beren. Koks. Auto's. Maakt niet uit. Overal tegenaan die zalmen. En dit is een forel. Dat is familie van. Het moment is aangebroken om de forel die ik in de bos heb gevangen open te gaan maken. Hij is echt mega warm. Kijk, oh, stomen en het ruikt lekker. Zie je? Kijk, dit velletje. Kijk, en als je die graat eraf trekt, kan je zeggen dat het graar is, want het hoeft niet helemaal graar te zijn. Hè? Dan wordt het dus droog. Zie je? Kijk, dit is de binnenkant. Dan pak je er een bord bij en dan begin je hem op te eten. Nog lekker ook.
Dit was de kookshow. Ik zeg adios. Doei doei. Nou, ik zet de barbecue vast aan. Het deze is al gaar. Hey, bedankt man. Hey, welkom. Dankjewel. Helemaal leuk. Adios.